Maureen mocht met de twee in de sofa ploffen en blijkbaar vond ze dat toch een beetje lastig. Oh, Anne, je hoort bij mij. Oh, Anne, nog niet voorbij. Ja, wie het wereldrecord wil verbreken om de meeste versies van één nummer, die moet er nu 155 maken. Want ik zit naast de wereldrecordhouders. Zij hebben er 154 op hun naam staan. Nick en Simon. Proficiat, mannen. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om even een wereldrecord te breken? Toen we eenmaal bezig waren met het opnameproces, toen zei iemand, ja, volgens mij is er nog nooit een act zo gek geweest om zoveel verschillende singles op te nemen. Dus ja, we hebben het aangevraagd bij Guinness of dat zo was. Ja, en jullie zijn het gewoon aangegaan, mannen. Ja. Ja, jongens, ik weet niet hoe dat in zijn werk gaat, zo'n Guinness World Record breken. Zijn jullie dan gewoon de studio ingekropen en meteen gecontroleerd? Of hoe ging dat precies in zijn werk? Wij zijn gewoon twee hele lange dagen in de studio hebben we doorgebracht. En twee keer 12 uur lang alleen maar dus meidennamen ingezongen. Nou, vervolgens ga je met dat feit, dat moet je gewoon aanvragen. En dan komt er in een papiermolen terecht, heel veel gedoe. En toen hoorden wij uiteindelijk, je krijgt binnen 3 werkdagen antwoord. En toen bleek dat er een of andere idioot dus 152 namen nog had opgenomen, waar we dus net aan overheen zijn gegaan. En dit is het resultaat. Ja, dan weet je wel dat het aangevraagd is, maar dat je dat daadwerkelijk krijgt, dat is wel een grote kick. En was er dan veel rond te doen, of was het gewoon iemand die het in de brievenbus stak en voilà, hier jullie certificaat? Nou nee, het is helemaal officieel bij ons platenlabel gebracht via Guinness en we hebben het gisteren officieel uitgereikt gekregen. Dus het was een mooi moment. Lijkt me best een fijn gevoel. Ja, want hoe vaak behaal je een wereldrecord? Is dit echt het einde van de lijn? En zijn jullie dan niet bang dat er binnenkort een of andere Thai of Chinees dat wilt verbreken? Ja, kijk, het is natuurlijk goed te verbreken. Dus we genieten ervan zolang het duurt. En dit is inderdaad fantastisch als je hier als zanger in het Guinness Book of Records meekomt. Zo snel kom je er niet in. Ik vraag me dan toch af, mannen, zijn dat allemaal exen van jullie? Of, Nee, slechts 120 volgens mij. Nee, juist helemaal niet. We zijn het heel zakelijk aangegaan. We hebben van elk decennium hebben we gezien dat er altijd een andere top zoveel is qua populaire meidennamen. Elke tijd heeft ze andere populaire namen. Dus we zijn elke keer 10 jaar teruggegaan en op een gegeven moment heb je een hele grote stapel met namen en daar een selectie uit gemaakt. Kennen jullie eigenlijk ook iets van België af? Het zijn 3 heel korte vraagjes. De eerste vraag is, hoe heet onze nationale voetbalploeg? De Rode Duivels. Ja, absoluut, voilà. Zie, zo moeilijk is het nog niet. Oké, goed. Jullie in Nederland zeggen een bakje patat, maar hoe noemen wij dat hier? Is dat niet gewoon friet? Absoluut. Wat vinden jullie de beste Vlaamse muziekzender? Maar volgens mij toch Anne. Ja, ik vind dat eigenlijk een heel erg goed antwoord. Mannen, laten we... Ja, absoluut. Jullie zijn volledig geslaagd. En wij horen graag binnenkort meer van jullie. Dankjewel. Dankjewel. Merci.